Nou, goedemiddag. Morgen, ik weet niet wanneer je gaat kijken. Maar in ieder geval, we zijn weer in WordPress en gaan verder met een aantal plugins die ik vraag van jullie aan jullie om te installeren. En laten we eens kijken bij plugins. Ik zou het fijn vinden als de volgende plugins geïnstalleerd worden. Dat is het contactvorm 7. Dat is een belangrijke om formulieren dus in te gaan vullen en die naar de site te sturen, waarvan je zelf dan via mail informatie krijgt. Elementor, dat is de nieuwe editor. En eventueel, misschien nodig, maar moet je volgens mij betalen, Elementor Pro. En er is er nog eentje. Je zou de Gutenberger Editor eventueel kunnen installeren, maar ik denk niet dat het echt noodzakelijk is om de laatste updates te gebruiken van de editor die je op dit moment gebruikt, maar dat weet ik niet zeker. Hebben we het al eens een keer over gehad in de les. En we kijken. Dan is er nog eentje die ik zoek. De eventskalender, die hebben we als het goed is al geïnstalleerd. Deze zou ik zeker ook installeren. PDF Viewer voor Elementor. Misschien gaan we die nog gebruiken. En even zien. Dat is het wel zo'n beetje. Nou, ik ga eventjes naar de site. En daar ga ik kijken in lidmaatschap en dan lid worden. Dit is de pagina die je dan te zien krijgt. En dan zie je het volgende, dat je hier dus de mogelijkheid hebt om dingen in te vullen. En op dit moment staat er eigenlijk niet bij of het verplicht is of niet. Even kijken, dit is nog een ra computer, oké. Goed. Wat er nu bijzonder aan is dat als je dat al ingezonden hebt, dan kun je het verzenden. En als we nu eens naar bewerken kijken, dan zien we het volgende. Dat we de tekst zien, maar dan ineens zien we niet meer het invoerformulier, maar we zien een contactvorm 7. Dat is van die plugin waar ik het net over had, met een ID en een tekst. En daar gaat het nou straks om. Als je dus die plugin geïnstalleerd hebt, kunnen we daar eens heen gaan. En die heet dan contact, contactformulieren. En dan heb ik twee formulieren. Dat is er één, een contactformulier 1, dat is degene die eigenlijk standaard meekomt en dan kunnen we ook nog naar kijken. En lid worden die ik dus gemaakt heb. En als je dan naar bewerken gaat, dan zul je het volgende zien. Is dat. Even kijken. Dat is dus een. Daar hebben we dus in feite de tab formulier, mail, berichten, aanvullende instellingen. En hier hebben we ook nog een hele serie aan tabs die we allemaal kunnen gebruiken. En hier hebben we de beschrijving. In feite is dit een soort beschrijvende tekst en het wordt gekenmerkt door die vierkante haken. Dus dan hebben we een radiobutton voor mevrouw en de heer. En
Nou ja, we hebben net gezien hoe dat er dan uit gaat zien. En dan heb je hier dus de voorletter en achternaam enzovoorts. Het sterretje geeft volgens mij aan dat je het verplicht bent in te vullen. Dus als dat niet goed gaat, dat zou je er eigenlijk dus bij moeten. Er zou ergens moeten staan in het formulier dat dingen die gekenmerkt worden met een sterretje, dat die verplicht zijn. En dat andere vakken dus facultatief zijn. Dat heb ik volgens mij niet gedaan in deze, maar daar zal ik gewoon even naar kijken dan. Ik ga nog een keer naar de site bekijken. En ik ga naar lid worden. En wat staat daar? Nou, hier heb je dus die radio-button. Hier heb je dus uw voorletter en achternaam die je in moet vullen. Straat en huisnummer enzovoorts enzovoorts. Dan krijg je op een gegeven moment de datum van ondertekening. Dat is juridisch volgens mij van belang. En nergens staat er eigenlijk dat een vak verplicht of niet verplicht is. En dat zou ik toch eigenlijk wel in willen hebben. En daar zou ik ook nog eens naar kunnen kijken. Oké, ik ga terug naar het dashboard. En ik ga terug naar de contacten. En die heb je dus gekregen door die formulier in te vullen. En dan ga ik naar de lid worden. Bewerken. En ergens, misschien moet ik gewoon erboven schrijven dat als dingen met een sterretje staan, dat. Dus ik ga er hier nu een ster bij maken. Die is verplicht. Deze wordt, huisnummer wordt ook verplicht. En ik schrijf straks wel boven dat alles met een sterretje dus verplicht is. Postcode. Nou, die gaan we dan ook maar gewoon verplichten. Want er zit hier ook met een ster erin. En ster erin. En hier zie ik dat ik dus inderdaad de plaatsnaam. Dat betekent dus dat 20 tot 40 characters lang, die is ook verplicht. Ook een ster. Telefoon. Nou, die hoef je niet te verplichten. En zeker, ik wil eigenlijk gewoon niet meer een telefoon en een mobiel onderscheiden. En ik zou zeggen gewoon telefoon. Dus ik haal deze voor de zekerheid weg. Dan wordt die weer wel verplicht. Nou, ook niet natuurlijk. Het kan zijn dat niet iemand het geen telefoon heeft. Dat kun je moeilijk verplichten. Delete. Die heb ik weggehaald. E-mail. Uw e-mail. Nou, er wordt volgens mij een streepje in. Dat is, lijkt me wel. Is verplicht natuurlijk. Anders kun je niet met die mensen communiceren. Ja, ze zouden zelfs geen e-mailadres kunnen hebben, maar dat is nou, zeer onwerkelijk. Rekening, nou, dat is verplicht. Sterretjes weer in. En rekeninghouder. Even kijken, die is ook natuurlijk verplicht wie de rekening heeft. Bent u in bezit van, nou ja, van een tablet en dat is in feite een drop-down box die je daar een computer, tablet of beide. Computerervaring, ja, het is niet verplicht natuurlijk, maar dus opmerkingen en vragen zijn natuurlijk ook niet verplicht. En het verzenden is natuurlijk wel verplicht, want anders dan komt die niet aan. Ja. Ik ga dit opslaan, omdat ik veranderingen heb aangebracht. En nu ga ik eens kijken in de site opnieuw. En ik ga naar lid worden.
En nu staan er dus sterretjes bij. En onderstaande anders volledig invullen. En de knop verzenden drukken. Nou, kunnen we hier waarschijnlijk schrijven. Dus moeten we eventjes naar de werken gaan. Onderstaande aanmeldingsformulier volledig invullen en op de knop verzenden drukken onderaan het formulier. Nou, dan moeten ze nog twee en dan krijgen we eigenlijk let op, uitroepteken. Ver geeft aan dat het vak verplicht is let op kijk onder aan of het formulier verzonden is. Nou, dan kunnen we dit nog een keer even kijken. Updaten. Update. En nog een keer naar de site. Dan kunnen we een pagina bekijken. Nou, hebben we die tekst er ook bij. En als we het nu goed invullen, dan moeten we kijken hoe dat ding dan verzonden wordt. Nou, daar gaan we nu naar kijken. Dus ik ga terug naar het dashboard. Ik ga terug naar contact. En ik ga naar het contactformulier werken. En dit zijn dus de vakken die ik gemaakt heb. En nu ga ik kijken hoe dat eruit ziet als ik de mail verstuur. Nou, die mail die ga ik versturen aan iemand. En die komt ook van iemand. En dat is normaal gesproken natuurlijk dan het adres van je info, website of whatever het is. En je moet ook natuurlijk nog de mogelijkheid geven om nog een reply te doen. Dus de berichtinhoud, dat zijn nu de labels. Die moet je dan even noteren. Die je hebt gebruikt in het formulier. Dus een naam, straat, postcode, plaats, telefoonnummer enzovoorts. En dan wordt dat zeg maar gemaild. En dit is dus zorg ervoor dat dit dan natuurlijk volledig gelijk is aan het formulier zoals je hem ontworpen hebt. Ik zie hier dus inderdaad telefoon. En ik heb net de mobiel. Heb ik dus. Die zou dus leeg zijn. Er zou dus een probleem uit voort kunnen komen. Want ik heb alleen mijn telefoon. En dat kan dus een landlijn zijn. Een vaste telefoon. Of een mobieltje. En niet twee verschillende. Dus ik delete de mobiel hier zo. Ik doe een backspace. Hier zo. Dan hou ik alleen telefoon over. Oké. Okay. Nou. Ook daarvan doe ik weer opslaan. En nu zou alles in orde moeten zijn. Berichten. Nou, hier kan ik bepalen wat bedankt je bericht is verzonden. Er is een fout opgetreden. In ieder geval. Hier komen dus de... Eén of meer velden bevatten een fout. Graag controleren en opnieuw proberen. Dus hij kan dus terugkomen met allerlei soorten fouten. En dat kunnen we dus zien.
site bekijken. Lid worden. Even kijken. Nou, ik ben een meneer. En ik moet dus een voorletter en een achternaam starten. Postcode. Plaatsnaam. Amstelveen. Telefoon. Dit. Mailadres. Daar doe ik gewoon expres nu iets fout. Dus ik... En daar vergeet ik gewoon de .nl. Dit is het rekeningnummer. Nou, vandaag is het 15 april. En ik heb een computer, een tablet. Misschien moet ik daar ook nog een smartphone bij zetten. Ja, ik denk dat we het doen. En ik ben een beginner. En waarom moet dat allemaal? Nou ja, ik zeg nu verzenden. En nu zegt hij dus dat het niet verzonden is. Eén of meerdere velden bevatten een fout. Graag controleren en opnieuw proberen. En, dat zal dus, en hij zegt dus ook waar het fout gaat. Het ingevoerde e-mailadres is ongeldig. Zie je dat? Dus het op deze manier wordt gecontroleerd of dat goed of fout gaat. En die controles, daar gaan we het allemaal in de les waarschijnlijk nog over hebben. Of in ieder geval wil ik dat nu eventjes afsluiten.